We gaan naar een bergdorp in Albanië, waar ouderen voor hun enige warme maaltijd afhankelijk zijn van de gaarkeuken. Samen met Ulfert Doornbos bezocht ik vorig jaar deze gaarkeuken. De mensen konden hier toen nog gezellig samen een maaltijd eten. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Dag Ulfert. Hallo Jan. Uit Groningen. Welkom. Een jaar later is alles anders door het coronavirus. Ik ontmoet Ulfert daarom in Nederland. Jullie helpen veel ouderen in Albanië en Kosovo. Hoe gaat dat nu met corona? Op dit moment hebben ze nog steeds te maken met avondklokken en restricties. Ja, dus het is nog heel streng daar zo? Absoluut, ja. En wat betekent dat voor de ouderen? Ja, voor de ouderen is het een ramp natuurlijk. Toen het uitbrak was het eigenlijk volslagen paniek. En velen kwamen eigenlijk terecht weer in een oorlogstrauma. Ja. Avondklokken, veel politie op straat, men mocht niet naar buiten, winkels leeg. Dat was gewoon totale paniek. Hoe gaat dat nu dan? Hoe help je nu de ouderen daar? Toen het begon en wij eigenlijk wel doorkregen, dit gaat niet zomaar over, zijn wij onmiddellijk eigenlijk in een soort, hebben we gezegd, we gaan in een emergency modus. Ja. En dat betekent dat we al onze activiteiten stopzetten, maar gewoon onze kwetsbare groep gaan voeden. Ja. En bezoeken. Want de gaarkeuken die ik heb bezocht, die we toen geopend hebben, die is dicht op dit moment. Het mag op dit moment weer gekookt worden. Oké. Alleen de ouderen mogen niet binnen in het restaurant. Dus, ja. Dus ze komen afhalen. Oké. En er is een terrasje buiten gemaakt. Zolang het nog mooi weer is, kunnen ze in ieder geval even sociaal connecten. Trans is mijn jongens in morgen festa. City boy in morgen festa. Ja, we kennen zo'n oorzien en drusme. Jan trans is mijn jongens en als kind moet ze zien die het er plees. Moet je komen te dat je het om een pers her operatie. Ja, dan kurs kom moet ze ik doen. Nee, die nu zien met een spie. Schoon me gestier. Jeta, schibri. Zapse, pamugentje. Schmissen, wat je armen. En als de ouderen niet kunnen komen, dan brengen jullie het eten? Ja. Ja. Want hoe belangrijk is dat voor ze? Ja, dat is gewoon van levensbelang, dat we thuis brengen. En nu moet je gewoon meer aandacht besteden aan de mensen. Want de mensen huilen letterlijk als ons team komt. Ja. Gewoon huilende ouderen. Ja, en diepe ellende. En die zeggen van, ja, jullie zijn het enige nog die bij ons komen. Ja. 78 maj për kështlindje. Shtetin Allah, me dal me lyp, me shtradorën. Allah kërkon jashtë i vetën, e qaj një kujdes ju se kur kush. Koronavizu si qyftën te me ma mirë ta kish mi të kryt. Apo do drejt me të kalzu. Me më pa marë ma mirë, apo në që qështu. Ska, ma te për ska ku më shkue, shten ashtë jo vjeti ku më po ma ftirë se qëta shkur së kona. Drou, mas shumë ti se... Qështë e shtesh e kom njësë më prish të ufti unë, se s'kom shnet. Edhe që aty pik me rahmeti, di shka. Ik pak er even een foto bij. Deze dame. Marianne. Marianne, die hebben we ontmoet. Ja. Die zat daar echt onder erbarmelijk slechte omstandigheden. Ja. En dit is hoe ze nu woont. Ja, en dat is met toen door de uitzending... Hebben we dit tot stand kunnen brengen. We hebben daar, ik weet niet of je het nog herinnert, maar we kwamen daar een huisje in. Ja, weet ik nog. Ja, het was die ladder op, dat was levensgevaarlijk. Dat was levensgevaarlijk, ja. Maar op de beneden was toen een ruimte. Ja. Die konden we toen gebruiken om daar een huisje voor haar in te richten, toch? Ja. En daar woont ze nu. Ja, die hebben we voor haar verbouwd. Een kacheltje gezet, een bed erin. Ja, een douche en een toilet. Ja, het was verschrikkelijk hoe ze daar... Ik had het nog nooit gezien, zo erg. Vreselijk. Ja. Hoe gaat het met haar? Ze is psychisch, door alle toestanden, heeft ze wel een knauw gehad, moet ik zeggen. En dat is niet makkelijk voor haar, dus we moeten haar gewoon continu blijven helpen. Ik ben zo met de zoom, ik doe het. Me pinë kafe si duhet, në shpinë e re. Gjanë dimi afër sobës, të sobat, mund zeshja të dimri, me bërë e pundore e qorape, së në tjetër më të duhet. Sa ti sipit me shkallë, ma jam të ngurë që to. Jo që kam pasë para, jo, që ta shame shumë e lumësër. Naast Mariana heb ik in het verleden ook Hata ontmoet.
Hatta, ja, dan heb je er een, hè? Ja, dat was een fantastische vrouw die zo hartelijk was en zo blij was dat ze eindelijk iemand weer zag. Ja, die vergeet je niet. Die vergeet je nooit meer, want die woonde echt in the middle of nowhere. Ja. Hoe gaat het met haar? Nou, Hatta is ook natuurlijk de eenzaamheid, moet ik zeggen, is ze gewend. Daar leeft ze en ze is altijd vrolijk als we bij haar deur komen. Ja, ja, ja. Onvoorstelbaar. Ja. Nou, je ziet waar ze leeft inderdaad, dan... Maar ze is altijd vrolijk. Maar nu ook in deze tijd heeft ze ons gewoon gemist. En zegt ze van, hadden jullie niet via de bergen kunnen komen? Ja, ja. Want ik heb jullie gemist. En ik leef alleen nog om jullie te ontmoeten. Dat is ik leef alleen nog maar om jullie te ontmoeten. Ja, dat is. Ongelooflijk. Zoveel verschil maakt het dat je de eenzaamheid doorbreekt. Ja, ja. Jullie kan maar niet met mijn papa. Hoe zien we met mijn dame liep? Met mijn schrijf. Ik kom terug poeten, hè. Ik zoek naar Riegenexem. 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 Kurkos nog weer met ze toe te spelen. Maar was ik trof dan dat ze. Dat ze een broer, een paspoort, een atvorel, een mawe, dat ze kwam drong. Ze had doe, dat ze kwam drong. We hebben allebei die situatie gezien. Wat doet het met jou als je dan zoveel blije gezichten ziet? Nou ja, ik ben natuurlijk niet altijd wezenlijk in het veld. Dat is ons team. Ja. En door ook de coronatijden heb ik een tijdje niet kunnen komen. Dus ik mis ze. Ja. En dat is wederzijds. En de verhalen die ik krijg van ons team, van onze mensen, ze zijn er ook weer twee overleden. Ja, dat is gewoon hartverscheurend. Ja, dus ja. Het is gewoon een soort familie geworden. Ja. Ja, maar ja, daar staat wees. Voila, boy, ik schaamde me dat wij het compagnon serieus. Maar ik kan, karkon en mem, ik zie. Per moer stier, per alle per popel, per met drongers. Kan ik niet meer, joh, met drongers dat je, dat is mijn voorzij, maar toch dat. Normaal deed je altijd voedseltransporten daar naartoe, maar dat is nu ook niet mogelijk, hè? Nee, we misten tot op dit moment vier vrachten. Dus ja, we zitten eigenlijk wel in een ernstige situatie. Ja. Hoe ga je dat oplossen? We zijn een actie begonnen en zo'n actie moeten beginnen om voedselpakketten... daar samen te stellen? Daar samen te stellen. En daar is weer geld van nodig. Ja, en daarom zitten wij hier. Ja. Om de kijker te vragen of ze geld willen geven voor de voedselpakketten voor de ouderen in Albanië en Kosovo. Ja. Wat betekent het als ze dat niet zouden krijgen? Honger en kou. We focussen ons alleen op voedsel en hout. Ja. Maar ja, als we het zelf moeten gaan kopen en het hout moeten gaan kopen... Ja, dan komen er gewoon mensen nog in ernstige nood. Ja. En dat is gewoon een ramp die niet is te overzien. Ja. Je bent een gedreven man, een gelovig man. Lig je er wel eens wakker van wat daar allemaal gebeurt en hoe je die hulp moet leveren? Absoluut. Absoluut. Ja, het houdt mij dagelijks bezig. Max Maakt Mogelijk gaat helpen, de kijker gaat helpen... en we laten de ouderen in Albanië en Kosovo niet in de steek. Dank je wel. Edhe për josh faleminderit me mia her. Më keni kshyr, me barna, me krejt. Faleminderit edhe për josh. Një uroj shëndet dhe lumturi në jetë. E anët në jetë gëtë. E uroj mbesi këtë sëjnë dhe... Rana smuo, mi hai placche.